De komende 5 dagen staat heel Amsterdam op zijn kop voor het Amsterdam Dance Event. Meer dan 2200 artiesten komen optreden in 120 verschillende clubs. Dat betekent 5 dagen lang gegarandeerd feest. Wij van Society hebben 6 mensen de kans gegeven om hierbij te zijn met een paspoortje. Het addertje onder het gras is dat wij ieder moment langs kunnen komen om ze het hemd van het lijf te vragen. Het thema waar het deze week allemaal om draait is Digital Happiness. Maar wat dat nou precies inhoudt, daar gaan de reporters en ik achterkomen tijdens een masterclass hier in het Volkshotel. Hier achter mij wordt de Society Reporters uitgelegd wat er nu precies van hun verwacht wordt tijdens de ADE. Ze krijgen van ons een Fitbit mee die hun hartslag meet. Ze krijgen een Spire mee die hun ademhaling meet. En daarnaast wordt hun GPS getrackt zodat ze kunnen vinden tijdens alle ADE-evenementen. I'm ready for the ADE. Alright, even kennis maken. Ik ben Bouke Bakker. Ik ga op pad voor Digital Happiness. Ik heb een vet cool horloge opgehaald. Ik heb nu de Fitbit opgedaan. Die gaat mijn hartslag meten. En hier zit de Spire en die gaat mijn ademhaling meten. En dan gaan we kijken hoe dat verloopt naarmate de dag vordert. Ook ik heb een Fitbit omgekregen en ik ga nu de allereerste reporter opzoeken. Nicolette, wat doen we hier? Nou, hier worden muziekinstrumenten gemaakt door studenten. En ik ben hier de reporter om dat vast te leggen. En vooral met het oog op de digital happiness. De nacht is aangebroken en dat betekent dat onze reporters het avondprogramma van ADE ingaan. Onze reporter Bouke is hier in de Melkweg, waar hij het Metropoolorkest gaat bewonderen en wij gaan daar even een kijkje nemen. Wat betekent digital happiness voor jou? Ik denk hoe de digitale wereld en de fysieke wereld elkaar kunnen versterken. En dat de technologie een soort tool wordt, een verlengstuk van je lichaam. Hoi, we gaan nu naar het Urban Art Festival. Wij vinden het eigenlijk wel leuk om ook de andere kant van het Amsterdam Dance Event te bekijken. Niet alleen naar feestjes te gaan, maar ook kunst te gaan bekijken. Dus dat hebben we vandaag gedaan. Die tracking devices hebben onze reporters natuurlijk niet voor niets. Ze worden nauwlettend in de gaten gehouden, zodat wij ze kunnen opzoeken en weten waar ze zijn. Wat is digital happiness dan voor jou? Digital happiness is voor mij technologie dat ons leven makkelijker maakt. Geluksmomenten met zich meebrengt, innovatie en juist kunnen connecten door technologie met elkaar. En creatief kunnen zijn door technologie. Ik heb net een live setup gezien van Surgeon en Lady Starlight. En wat me opvalt is natuurlijk dat technologie overal is. Iedereen is bezig met camera's. Alles moet vastgelegd worden. Net zoals wat ik nu doe. Maar ik vind het leuk hoe technologie zo samensmelt met onze samenleving nu. En ik ben super benieuwd naar wat de toekomst gaat brengen. Ben je digital happy nu? Ik ben digital happy. I embrace technology. Wat is digital happiness voor jou? Digital happiness voor mij? Ja, meerdere dingen. Ik zou zeggen, technologie maakt veel dingen makkelijk voor mij. En toegankelijker voor mij. En dat brengt een soort, ja, dat brengt geluk bij mij, moet ik eerlijk zeggen. Hey, mijn hartslag is aan het racen. I'm having a good time. Ja, krijg je soms gewoon een kick van. De combinatie van ADE en een Fitbit maakt jou digital happy. Zeker. Digital happy of unhappy, voor mij maakt het niet uit, want ik ga nog even met de voetjes van de vloer.